Gegroet, ik ben Bart de Schampfleijer, 34 jaar, Ruddervoerde. Ik ben hier als freelance technisch redacteur voor het blad Grinta. En we hebben hier de race van Kortweg gebruikt, ook om samen met een aantal lezers een aantal nieuwe fietsen voor 2011 te testen. Fietsen die wij zullen voorstellen in de Grinta Koopgids 2011, die in het januari nummer zit. Voor ons is het leuk om een keer met de mensen samen te fietsen en om te horen wat dat zij precies van een fiets vinden. Kwestie dat wij onze mening ook kunnen toetsen aan de mening van een aantal lezers van ons blad. En ik denk dat zij dat ook wel plezant vinden om aan een dergelijk project te kunnen deelnemen. Ik ben Christian, woonachtig te Merelbeke. Ik doe deze wielerstage in Mochekar voor de tweede maal. Dit jaar ben ik uitverkoren door Grinta om fietsen te testen. En wat op zich natuurlijk heel mooi is. Heel mooie omgeving, prachtig weer. Zeker deze tijd van het jaar, ideaal om nog even extra kilometers voor de winter te malen. Hallo, ik ben Sophie van Driessen. Ik woon in Antwerpen. En ik kom de eerste keer mee naar Mochekar op fietsstage. Ik ben uitgekozen door Grinta om de Specialized damesfiets Ruby te testen. En dat is mij heel goed bevallen. Het is hier ook heel leuk om te fietsen. Ik ben Andries Herman, 47 lentes. We zijn hier op fietsstages met Lotto en dat bevalt mij enorm. Vooral ook het landschap, omdat er hier verschillende routes mogelijk zijn. Dus je kan aan de zee blijven, je kan het binnenland in, je kan steil klimmen, je kan minder steil klimmen. Het hotel, de entourage, alles is prima geregeld. Alles is prima in orde, alles wordt voor u gedaan. Je moet niks doen, enkel alleen fietsen en slapen. En de kers op de taart zijn echt de testfietsen, want iedereen krijgt de gelegenheid om prima fietsen te kunnen testen. En dat is echt dik in orde, dat is echt zalig om te doen. Ik ben Tim Plasman, ik kom uit Vianen en ik rij regelmatig rond in de Vlaamse Ardennen. Van de week heb ik eens de fiets van Philippe Gilbert mogen proberen. En eerlijk gezegd, volgens mij ligt het allemaal aan de fietsen. Met zo'n fiets kan ik ook gemakkelijk een wedstrijd winnen, geen probleem.